Geen idee, ik krijg het er wel warm van. Het dialect geworden, heb ik wel eens vaker filmpjes van gezien. Ja? Ja. Op Paleis de Loo. Ja, klopt. Ik weet niet waarom dat is, maar ik krijg dat in mijn mailbox, maar hoe dat komt, dat is het. Hé, waarom kom je niet bij ons zingen? Maar ik woon niet echt in de buurt. Oh, dat is het. Niet meer, ik kom hier wel vandaan, maar. Ja? Dit heet smeden. Nee, maar het voorwerp wat je maakt. Oh, dat is puur kunst. Puur kunst. Ja, gewoon omdat ik hier vandaag ben. Bezigheidstherapie. En dan kun je op de klomp aanvoelen, of niet? Dan kan ik op de klomp aanvoelen, ja, dat klopt. Wat is dat voor? Het is een dame. Een dame. En welke soort? Een zijdehoender. Een zijdehoender. Hey, hallo. Ah, vertel eens even. Wie bent u? Wij zijn de Diva's. Ja, en uw naam, en uw voornaam? Mijn naam is Brechtje. Uw naam? Mariette. Nog een keer? Mariette. En Margret. Ah, wat goed. En wat doen jullie hier? We zijn aan het zingen. Dat ga jij nu even niet. Jullie gaan? We zijn aan het zingen. Jullie zingen ook? Ja, we zingen ook. Ja, ik snap het. Ja. 3, 2, 1. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. En ik vroeg of jij mij kussen wou. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant, ik vroeg of jij de kussen had. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Hier ligt een kleurtje in zijn heen, hoe komt u op die idee? U bent misschien maar uit, maar na verloop van nog een jaar werden wij elkaar en stonden wij samen op de stoep van het stadshuis. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, ik heb je gevoeld.